wordt gejuicht om een atleet bij het verspringen die in de buurt van de 8 meter komt. Timo Eltonen, 2012 eerder dit jaar. Nu bijna een metertje minder, terwijl ook de fluit klinkt inmiddels van een jurylid dat zich gaat bemoeien met de 100 meter sprint. Kwartfinale, waar een van de favorieten zojuist heeft moeten afzeggen met een blessure, Kali. Maar we beperken ons toch nog even tot dit kogelstoten. ...29-jarige Finn. Nog nimmer bij een groot toernooi aanwezig geweest. We zijn weer terug bij de kogelstoters in de derde ronde, waar Piric in enige wanhoop zojuist de handen voor de ogen sloeg. Hij had een ongeldige derde poging. Blijft op de derde plaats staan, achter Boeder en Dal Solio. Het is eigenlijk wel belangrijk, want de volgorde in de groep die verandert zo dadelijk als de finale begint. Dan komt de nummer 1. I'll be back.